Wat is op mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een leuk spelletje spelen genaamd Kan jij zien welke nep is? Wij gaan zo meteen kijken naar verschillende voorwerpen waarbij sommige dus nep zijn. En wij moeten achterhalen welke dat zijn. Ze kunnen getekend zijn, gemaakt zijn van ander spul. Maakt niet uit op welke manier. Ze zijn in ieder geval niet echt. En dat klinkt op zich redelijk makkelijk als ik dat nu zo vertel. Maar deze dingen zijn super realistisch nagemaakt. Dus geloof me, het is niet zo makkelijk. En we gaan gewoon gelijk beginnen met deze. Eén van deze is dus nep, maar zoals je ziet, het ziet er super realistisch uit. En wij moeten nu dus zeggen welke echt is en welke getekend is. Ik zeg jullie eerlijk, ze zien er allebei echt super realistisch uit. Maar ik denk toch dat de rechter nep is. En dat denk ik omdat dat stokje toch niet helemaal recht is bij die rechter. En daar gaan we nu achter komen. Mensen, wat is het? Oh, hey! Ik had het goed! Wow, ik was nog even in de war. Maar je ziet nu gewoon duidelijk welke tekening is. Want ja, het glitter bedekt die tekening gewoon. Let's go! Puntje binnen! En ik denk trouwens dat het ook leuk is als jullie thuis ook meespelen. Dus ja, we gaan even kijken of ik beter ben dan jullie. Ja, ik moet zeggen, we begonnen met een redelijk makkelijke. Ik kon het tenminste zien. Let's go! Wow, maar kijk dan hoe realistisch. Maar het zit dus gewoon plat op de tafel. Oh, ze laten ook elke keer zien hoe hij is getekend. Zoals jullie zien, het is niet fake. Of, nou ja, het is wel fake, want het is getekend. Maar ik bedoel, ja, het is niet geëdit of zo. Oh! Oh mijn god, en dit is een moeilijk level. Dit is echt een heel moeilijk level. Want één van deze chipjes is dus getekend. Ja, toen ik zei dat we met de makkelijke begonnen, overdreef ik niet. Yo, maar nee, dit is toch onmogelijk. Eentje is nep. Oké, ik ga een wilde gok nemen. Ik denk dat deze midden op het scherm, dat die nep is. Waarom? Ik weet het niet. Misschien omdat er een chipje boven ligt. Maar we gaan erachter komen welk chipje is dat nep zijn. Ga die dan alles gewoon zo bam in één keer wegvegen of zo? Oh, 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 welke? Oeh, oeh. Daar komt die hoor. Oh. Oh, hij maakt alles kapot. Maar welke blijft over? Welke blijft over? Ik zie het niet. Zijn ze nou allemaal nep? Wauw. Huh, dat is echt insane. Zelfs toen hij alles kapot maakte, had ik het nog steeds niet door. Wauw, dit is wel makkelijker voor de tekenaar. Je tekent gewoon letterlijk één chipje. En dan ga je allemaal nepchips erbij leggen, toch? Maar nu ik het weet, zie ik het trouwens wel. Echt raar. Yo, als iemand deze goed had, laat het weten in de comments. Want dat lijkt me haast onmogelijk. Oké, en dan is het nu tijd voor eentje die makkelijk is. We hebben hier twee woppers. De vraag is, welke is echt, welke is nep? Wow, deze is wel echt heel goed getekend. Maar ik denk dat ik het weer zie. De linker is echt. En dat denk ik doordat het licht toch net wat anders daarop valt. Het is net wat feller of zo. Wat ik denk dus, omdat het een zakje is, reflecteert het dat licht een beetje. Dus daarom denk ik dat rechts nep is. Oh, 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 oh. Huh? Wacht, huh? Wat is dit? Oh, we moeten raden welke burger nep is. Wauw, wauw. Ik dacht nog slim te zijn, weet je. Hé, hey, de rechter is nep. Maar blijkbaar staat die lamp gewoon aan de linkerkant. Mensen, we zijn erin getrapt. Het was een strikvraag. Maar dan komt nu de echte vraag. Welke burger is nep? En ik denk dat ik hier ook al mening in heb. Ik denk namelijk de rechter. Ik weet niet wat het is, maar die schaduwen of zo op die burger zien er gewoon net een beetje nep uit. Alsof hij gewoon links heeft proberen te imiteren, maar net niet is gelukt. Maar wel echt crazy dat ze deze in de verpakking hebben getekend. Als ik nu te horen krijg dat ze allebei toch echt blijken te zijn, word ik echt helemaal gek, hè? Word ik helemaal gek. Oh, hij pakt de linker. Oké, hij neemt de hap. Hij eet hem lekker op. Hé, we hoeven niet te zien hoe je een burger eet. Ja, pak die. Karton! Ik wist het! Hey, let's go! Hey, tot nu toe gaan we best wel goed. Dit is trouwens echt mega nep, want het is geen tekening. Het is gewoon karton. Vals spelers. Oh, wacht, wacht. Het is toch wel een tekening. Ze hebben alleen op karton getekend. Ik dacht dat ze gewoon hadden uitgeprint of zo. Ja, maar deze zag ik wel, hoor. Ja, ja. Oh, nee, mensen. We krijgen nu weer een moeilijke. Welke kipnuggets zijn echt en welke zijn nep? En deze is echt ultra moeilijk, want ze zeggen ook niet hoeveel er nep zijn of zo. Ja. Dat ligt aan ons. Dat ligt gewoon aan ons. Check ook hoe ze elke schaduw hebben nagetekend. Ik denk dat er of eentje echt is, of dat er eentje nep is. Eén van de twee. En ik denk dat deze hier rechts, dat deze echt is. De rest is allemaal fake. Oh mensen, zat ik een beetje in de buurt. Zat ik een beetje in de buurt. Oh, wow, nee, huh. Nee. Waarschijnlijk, er is er wel gewoon weer eentje nep. Oh, ik kon beter voor nep gaan. Dat is natuurlijk minder werk. Nee, je gaat toch niet zeggen dat precies die... Oh nee, die is ook echt. Oh. Oh, wauw. Het was geen tekening, maar hij was wel nep. Precies de ene waarvan ik zei... Hey, ik denk dat die echt is, man. Ik heb nog nooit zo fout gehad in mijn leven. Oh, oh, dat... oh oké, dat is best wel erg. Maar deze is van klei gemaakt of zo. Oh, damn. Dat is toch ongelooflijk. Nee, dat kan je niet menen. Ik voel me nu echt stom, hè. Oké, en hier moeten we de neppert spotten. Welke van deze repen is nep? Ik denk eigenlijk de middelste. Want het lijkt dus alsof die verkeerd is afgescheurd. Maar ik denk dat dat misschien expres is gedaan. Of dit is misschien de dubbele strikvraag.
hebben ze dat weer expres gedaan, zodat ik dat zou denken. Het begint ingewikkeld te worden. Maar ik zie niet per se wat interessants aan de andere. Dus ik denk dat het de middelste is. Hebben wij het goed? Kom op, ik gun ons een beetje, man. Na onze blunder moeten we deze gewoon goed hebben. Oh, oh, ja, die is echt. Die is ook echt. Die, nee, kut. Nee. Is het die? Oh, wow. Blijkbaar is dit gemaakt van verf. Wow, het is echt net een soort smurrie gelijk. We hebben het weer fout. Hey, dit begint lastiger te worden. Want nu moeten we ook goed kijken of het niet gewoon van een andere stof gemaakt is. Het hoeft niet per se getekend te zijn. Oké, daar zijn we weer hoor. Eén van deze dingen is nep. Eentje maar. Ik denk dat het dus weer gemaakt is door ander spul of zo. Maar ik vind die daar helemaal rechts er wel verdacht uitzien. Dus ik denk dat ik voor die ga. Het is gewoon net iets te slordig of zo. Kom op, hey, gun me alsjeblieft eentje, man. Gun me deze. Helemaal rechts. Mensen, waar gaat dit heen? Waar is de hand? Waar is de hand? Oh. Nee. Nee. Getekend ook nog. Wauw. Ik had het ook nog eens fout. Ik dacht deze is gemaakt van een bepaald spul. Heb ik het weer fout? Is deze precies weer getekend? Hey, dit is echt veel te moeilijk, man. Ja, flex maar. Knip hem maar uit. Ga lekker flexen op ons. Ik vind het altijd toch wel interessant om te zien hoe ze zijn getekend dan. Wow, maar kijk. Hebben jullie dat ook? Nu ik zeg maar weet welke nep is. Ik zie echt overduidelijk welke nep is. Want hij is nu zeg maar iets paarser, iets blauwer dan normaal. Damn. En het is nu dan weer tijd voor expert level. Een van deze M&M's is dus gemaakt van verf. Ja, welke? Laten we deze even goed bestuderen. Er zijn er echt veel namelijk. Iets in mij zegt dus de M&M helemaal rechts. Hij ziet er net iets te perfect uit ofzo. En we gaan kijken, heb ik gelijk? Heb ik ook maar een beetje gelijk? Oh, oh. Gaat hij ze letterlijk één voor één aanraken? Oh, die zijn allemaal echt. Ja, ja, ja. Oh, ja. Die van mij kan nog. Of hij zit boven. Of is het die rode? Nee, het is die rode, hè? Shit, het is die rode. Yo, raak hem aan. Oh, weer hadden we het fout. Oh mijn god. Maar het was wel een rode. Ik had ook een rode gegokt. Heb ik het dan een beetje goed? Nee, zo werkt het niet. Maar ik moet zeggen, deze was zo realistisch gedaan. En het enige verschil waar ik hem uit had kunnen halen was dat hij net iets anders rood was dan die andere. Maar ja, daar denk je niet aan. Oké, dan, een chocolade paashaas. Welke is nep? En ik weet bijna zeker dat ik deze weet. Ik zie namelijk gewoon duidelijk dat die linker nep is. Die schaduw ziet er gewoon niet uit als een schaduw. Ik zie vlekjes in de schaduw. Hij ziet er gewoon getekend uit. Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat de linker nep is. En dan gaan we. Heb ik gelijk? Gun mij een beetje. Kom op. Ja, ja, ja. Hij gaat naar de rechter. Hè? Hij gaat naar de rechter. Juist hem. Kijk mensen, volgens mij heb ik gewoon gelijk. Ja, ja, die is nep. Let's go. Deze was redelijk makkelijk om eerlijk te zijn. Oh, en hier hebben we dan twee wraps. Ik vind deze persoonlijk ook redelijk makkelijk, moet ik zeggen. Volgens mij zijn het dus wel twee echte verpakkingen, maar is er maar één echte wrap. En ik denk gewoon dat de linker is getekend. Hij ziet er gewoon net wat doffer uit, gewoon wat nepper. De vraag is, heb ik gelijk of niet? Oh, oh, ja, ja, de rechter is sowieso echt. Oké, nice. En de linker dan? Ik denk dus wel dat die verpakking echt is. Ja, toch? Ja, de verpakking was echt. Maar het is een neppe wrap. Let's go. Wow, ik zag dat gewoon. Ik moet zeggen, deze was niet heel realistisch getekend. Maar het lijkt me ook heel moeilijk om een realistische wrap te tekenen. Oh shit, deze is dan wel weer moeilijker. Gewoon elke keer als er meerdere voorwerpen zijn, is het gewoon moeilijker. We moeten de neppe Oreo vinden. Ik denk dat er dan gewoon één nepper tussen zit. Maar deze is ook weer zo moeilijk. Ik heb echt goed zitten kijken, maar ik kan het oprecht niet weten. Wat het kutte is, je weet ook niet. Is hij getekend? Is hij gemaakt van ander materiaal? Dus je weet niet zo goed waar je op moet letten. Maar ik denk dus dat ik voor deze redelijk in het midden ga. Ik denk dat die nep is, want die kleur is toch net ietsjes anders. Kom op. Laat me één keer gelijk hebben gewoon, man. Anders voel ik me echt slecht. Oh, oh. Ja, die is echt. Ook echt? Oké. Oh, oh, oh. Hij is bijna bij die van mij. Oh, ja, ja. Volgens mij heb ik gelijk. Oh mijn god. Ja, 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 ja. Ja, let's go, let's go. Ja, wow. Mensen, ik heb voor de eerste keer zo één goed. Wow. Ik denk ook hoe meer we zien, hoe eerder we het beginnen te herkennen. Dus let's go. Ja, 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 ja. Oké, en dan is het weer tijd voor de tekening. Deze keer volgens mij van cornflakes. Maar oké, ik moet eerlijk zeggen, dit is de allermakkelijkste van vandaag. Ik bedoel, deze is echt gewoon niet realistisch. Ik durf namelijk mijn hele YouTube kanaal hierop te zetten. Het is namelijk overduidelijk de linker. Je ziet gewoon dat dat getekend is. Als ik het nu fout heb, hè. Als ik het nu fout heb. Ik denk trouwens wel dat die beker weer echt is, daar links. Maar ik denk dat er karton op zit. Toch? Oh, of... Ja, toch? Juist hem! Echte beker, neppe cornflakes. Let's go! Hey, ik begin hier echt goed in te worden. Wow!
Nice, daar gaat je tekening. Oh, wat stond er van die tekening? Oké, zo had hij hem dus gemaakt. Ja, sorry dat ik het zeg. Het is goed getekend, maar het was gewoon niet zo realistisch. Oh, oké, weer een moeilijke. Eén van deze is gemaakt van ver. Oh, wacht, trouwens, deze is helemaal niet moeilijk. Ligt het aan mij of is deze gewoon super slecht gedaan? Ik zie echt per direct welke gemaakt is van verf. Ik ben benieuwd of jullie het ook zien, maar ja, ik vind deze gewoon slecht gedaan. Als ik het nu fout blijkt te hebben, hè. Maar het is duidelijk, die ene groene naast die andere groene. Ik bedoel, deze is toch niet eens realistisch nagemaakt. Deze hebben we sowieso gewoon goed. Maar hoe wil je ook zo'n specifiek poppetje namaken met verf? Dat kan gewoon niet. Yo, deze guy denkt al van, hey, welke zal het zijn? Yo, we zien al welke het is, kom op man. Ja, goed zo, goed zo. We weten al precies al welke het is. Juist hem. Maar deze was ook gewoon niet moeilijk. Damn. Oh mijn god, deze is wel weer next level. We moeten de neppert uitzien te vinden. Huh, maar we zien gewoon een koek. Ja, cola blikje. Cola blikje naar boven volgens mij. Zo, hey, dit is wel echt next level. Maar ik denk, precies dat cola blikje daar. Helemaal boven, helemaal boven. Die rechtsboven. Dat is hem, hè? Ja, ja. Ja hoor, let's go. Wow, ik ben echt heel scherp vandaag. Zo hé, we beginnen alles gewoon goed te hebben. Wow, we zijn echt goed bezig. Ik moet zeggen, hij zag er wel echt realistisch uit. Totdat hij dichterbij begon te komen, toen niet meer. Maar ja, ik zeg je eerlijk, je ziet echt net dat hij nep is. Gewoon omdat die glans net iets anders is of zo. Maar wel goed gemaakt. Zo, deze is wel weer iets lastiger. Eentje hiervan is een tekening namelijk. Maar ik denk toch dat ik gewoon zie welke het is. Ik denk namelijk dat de rechter nep is. Omdat de letters bij de linker gewoon een stuk scherper zijn. Maar ik denk niet dat je die letters zo scherp na kan maken. En we gaan zien, heb ik gelijk of niet? Oh, oh ja, die is echt. Juist hem, let's go, ik heb gelijk. Ja, ja, ja. Hé, het is gewoon niet eens meer leuk hoe makkelijk het is. Maar ik moet zeggen, van de tekeningen was deze wel echt realistisch getekend. Maar ik vraag me af, is het gewoon makkelijker geworden? Ben ik beter geworden? Ik weet het niet, we weten het niet. Wow, en deze vind ik ook super interessant. We moeten raden welke van deze games nep is. Huh? Maar ik kan toch niet die hele game hebben nagetekend? Dat zou echt insane zijn. Deze plaatjes lijken sowieso allemaal echt. Of misschien heeft hij alleen de doos nagetekend of zo. Yo, deze, ik weet het echt niet. Ik weet deze echt niet. Als ik moest gokken, zou ik denk gewoon rechtsboven gokken. Ik weet niet waarom. We gaan kijken, welke was het? Maar als hij deze allemaal heeft nagetekend, dan zou ik... Oh, wow! Holy shit! Deze is zo ziek nagemaakt. Ik zou deze nooit hebben geraden. Echt nooit van mijn leven. What the hell? Wow, yo. Hoe kan je dit zo realistisch natekenen? En hoe lang moet het wel niet hebben geduurd? Hé, hey, applaus voor deze. Applaus. Deze was insane. Oké, en één van deze twee is ook weer nep. En ik denk dat ik het alweer heb gezien. Ik denk namelijk dat het de rechter is, want de linker letters zijn gewoon veel scherper. En dat kan je gewoon moeilijk namaken. Dus ik denk dat ik vrij zeker weet dat het de rechter is. Daar gaan we nu achterkomen. Hé, hé, hé. Huh, ja, 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 wow. Ik raakte weer even in de war, maar het is de rechter. Hij is mooi nagetekend, maar niet realistisch genoeg helaas. Voor deze scherpe ogen. Oh mijn god, en deze is weer next level. Drie van deze voorwerpen zijn namelijk nep. Kunnen wij zien welke drie dat zijn? Oh mijn god, deze is echt insane. Wat? Wow, deze is heftig man. Oh, wow, wow, nou, ja, ja. Ja, ik denk dat ik er eentje heb gespot. Ik denk dat die M&M zak daar beneden, dat die is getekend. Dus die is sowieso nep. Maar voor de rest, ja, ik denk ook dat deze Tootsie Roll links, dat die nep is. Ik denk omdat die letters gewoon net niet scherp genoeg zijn. En ik denk dit snoepje helemaal hierboven. Ik denk dat dat de drie neppert zijn. Oké, kom op. Hoeveel hebben we goed? Hebben we überhaupt eentje goed? Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Oh, oh. Nee. Oh. We hebben tenminste één goed. De allereerste had ik goed. De M&M zak. Die andere twee. Nee, dat zag ik echt niet, man. Wow, check ook. Hoe realistisch is hij nagetekend? Ik vind die bovenste trouwens het meest realistisch. Hé, hey, dat is insane, man. Deze was wel echt moeilijk. Ja, deze is anders ook niet heel simpel. Welke van deze Lego blokjes is nep? Maar ze zien er allemaal gewoon strak uit. Kom op nou, zeg. Ik denk de bovenste rode. Iets in mij zegt dat die rood net een andere tint is dan de andere. Nee, 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 nee. Ik verander mijn keuze. Ik denk toch de onderste rode. Want je merkt dat die andere allemaal een beetje glimmen. Maar deze glimt op een rare manier. Ik denk de onderste rode. Nu. Kom op. Sowieso heb ik het nu goed. Sowieso. Ja, toch. Ja, 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 ja. Wow. Hé,
Beter dat ik mijn antwoord had veranderd. Hé, hey, we hebben het gewoon weer goed. Holy shit. Bijna ging de mist in. Bijna. Oh, let's go. Oh mijn god, hoe heet dit spel ook weer? Playmobil of zo. Eén van deze dingen zijn nep. Ik zie sowieso links al iets raars of zo. Ik bedoel, wat is dat daar ligt? Dus misschien hebben ze zwart gebruikt voor deze of zo. Welke zou nep zijn? Want ik vind het wel heel opvallend dat het poppetje helemaal beneden een stuk kleiner is dan de rest. Dus, oh wacht, nee. Nee, nee. Ik heb hem gespot volgens mij. Bijna ging ik weer de mist in. Dit poppetje hier ziet er namelijk wel heel getekend uit nu ik zo beter kijk. Dus ik verander weer mijn wachtwoord. Ik denk dat dit poppetje met de blauwe kleding is. Ik weet gewoon dat ik dit goed heb. Kom op. Ja, 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 daar gaat hij. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Let's go. Wow. Mensen, we beginnen hier zo goed in te worden, hè? En ik denk zo ook, zodra je het ziet, dan zie je het gewoon. Oh, we zijn aangekomen bij insecten. Ik denk dat ik hem eigenlijk al zie, dus dat hij niet heel moeilijk is. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ze zien er namelijk allemaal wel echt vrij realistisch uit. Maar er is er net eentje die er iets anders uitziet. En dat is toch die bovenste, denk ik. Dus ik kies voor de bovenste. De vraag is, hebben wij het goed? Nee! Shit, man! Hey, hij bewoog! Nee, ik zie het al. Het is die linker, hè? Oh! Wow, dit zijn gewoon echte insecten. Dat is echt raar, man. Dat is echt insane. Ja, het is die linker. Oh, nee. Wow, die is wel echt heel sick gemaakt. Maar dat deze guy gewoon echte insecten hiervoor heeft genomen. Had ik niet verwacht. Ik dacht dat het plastic was. Wow, maar dat is toch eigenlijk nog zieker. Ik kon echte insecten gewoon niet onderscheiden van een tekening. Of misschien betekent dat gewoon dat ik slecht ben. Wow, eentje met heel veel gouden konijntjes. Eén van deze is nep. Kunnen wij zien welke dat is? Yo, deze is ook moeilijk. Maar, ik denk dat ik hem alweer heb gespot. Ik denk dat dit konijntje hier zo links is. Die anderen zien er namelijk best wel goud uit. Maar deze heeft een soort van geel-groenachtige tint. Dus ik weet ook vrij zeker dat dit hem gewoon is. Hebben we gelijk? Oh, hij pakt de hamer. Oh, oh, die arme konijntjes. Maar, die voor ons leeft nog. Die voor ons leeft nog. Ja, kijk, het is hem gewoon. Het is hem hoor. Ik dacht dat het een tekening was. Heb ik gelijk of is het verf? Kom op. Oh, hij laat ons niet zien. Oké. Okay. Oh, het is een tekening. Ja, ja. We zijn hier wel echt beter in geworden. Zo, heel veel aardbeien. Welke van deze is nep? Ik denk dat ik hem ook al heb gespot gewoon. Als jullie meer denktijd nodig hebben, pauzeer de video dan. Maar ik weet 100.000% zeker weer dat het de aardbei in het midden is. Ik zie het gewoon aan hoe die eruit ziet. Die schaduw is wat nepper. Het is sowieso diegene in het midden. En daar gaan we nu achter komen, toch? Ja, kijk. Ja, ja, ja. Wow. Oké, die is wel raar getekend, ja. Wow. Gelijk een optische illusie. Het is ook echt raar om dit na te maken met deze rare hoek. Wow. En dan hebben we hier een PlayStation controller. Maar deze is toch ook niet moeilijk, of ligt dat aan mij? Nee, deze is echt heel makkelijk om te zien. Ik zie namelijk echt heel duidelijk dat de rechter nep is. Durf ik ook weer met zekerheid te zeggen, die is sowieso nep. Ja, kijk, daar gaan we. Let's go. Ja, 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 ja. Hij is wel vet nagetekend, moet ik toegeven. Maar niet vet genoeg. Wow, oké. Deze is wel een beetje moeilijk. Eén van deze producten is namelijk nep. En als ik eerlijk moet zijn, ik vind die Nutella pot er nep uitzien. Het ziet er gewoon net iets meer van karton uitgemaakt dan de rest. Dus ik ga voor de Nutella pot. Hebben we gelijk. Oh, oh, de wind, de wind. Gaat iemand ons nog iets laten zien? Oh, oh. Ja, de Nutella pot. De Nutella pot is nep. Maar dit is echt raar. Hij loopt er langs of zo, hè? Let's go! Ja, ja. Ja, ja. Oh, wow. Huh? Dit was echt een mega Nutella pot. Oké, okay, dat had ik niet verwacht, though. Maar we hebben het wel weer goed. Maar ja, dat was het eigenlijk alweer voor deze video. Laat in de comments weten of jij het beter deed dan ik. Want ik sterk betwijfel, want ik was echt goed bezig. Maar like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.